Ik vond het echt fantastisch. Het pianoconcert in het eerste deel was ongelooflijk indrukwekkend. Zeer powerful, heel krachtig. En het tweede deel met Bruckner was fenomenaal. Je proefde de energie bij het orkest en bij Yannick. En dat maakt het zo ontzettend leuk. En dan ben je zo trots dat je in een buitenlandse zaal zit met een groep Nederlanders die meereist. En dan proef je gewoon wat je daar als orkest neerzet. Het is echt heel mooi om bij te zijn. Het Gilde is een gezelschap van sponsoren, bedrijfssponsoren, dat steun verleent aan het orkest. En dat bestaat al vele jaren met mensen die ondertussen ook vrienden van elkaar geworden zijn. En wij proberen eigenlijk door onze financiële bijdrage het orkest te ondersteunen. Ik ben een grote fan van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. Muziek is toch de ziel van de stad. Ik ben hartstikke trots op en mijn bedrijf sponsort het Rotterdamse Philharmonisch. En af en toe reizen we dan mee naar het buitenland, naar mooie plekken als hier in Santander, om erbij te zijn als er mooie dingen gebeuren. Nou, de businessclub is ontzettend belangrijk voor het orkest. Het genereert veel geld, hè. En geld hebben wij nodig om te kunnen doen wat we doen. En waarom zijn ze nou geïnteresseerd in wat wij doen? Is het omdat wij ook spelen in steden die voor de business weer heel belangrijk zijn. Nu in Santander is het Van Oort. We zijn vandaag op de scheepswerf geweest. Er wordt hier een schip van Van Oort afgebouwd. In Londen is het de haven van Rotterdam. In Berlijn is het de burgemeester en allerlei politici, maar ook business. En zo zijn er nog heel veel steden. En in die zin zijn wij steeds ambassadeur ook voor de Rotterdamse business. It's only the beginning. Let's enjoy. Of course, it's a very important tour, probably the most important of the history of the orchestra because of, you know, the combination of the Proms and Lucerne and Berlin Philharmonie, which the orchestra hasn't been in a long time. And of course, the symbolic aspect of 100 years, my final tour as chief. So there's a lot of importance, which makes it even more exciting and, again, important to do. But I think the only way is to treat it like it's normal. You know, we have to be in the moment, we have to enjoy, but we shouldn't be too sad or too... it should just be music making at the best level. But of course, it's at the back of our minds, and of course they can feel it's in my mind, and I can feel it's in their minds, saying let's enjoy these moments together. And with the quality and the incredible passion of the playing, it makes me so proud and so happy that this is the result of those 10 years. So I think it will become the best memory. I know it already.